Nou ja, als je ineens zelf de diagnose kanker krijgt, dan staat de wereld op zijn kop. Je bent dan eigenlijk zo bezig met die kanker en dat je die weg wil hebben, dat die uit je lijf moet zijn. Dat je eigenlijk over daarna, dat je zoiets hebt, nee, laat maar, doe maar alles weg en dan is het goed, hè? Ja, dat hebben veel patiënten. Hè? Eerst denken van, oké, genezen van die borstkanker en daarna zie ik wel weer verder. Ja. We hebben geluk dat het merendeel van de patiënten geneest van borstkanker. Dus we weten ook dat het leven daarna belangrijk is. Dat je daar goed over moet nadenken. En waarom heb jij gekozen voor een borstreconstructie? Ja, op een gegeven moment dan ben je dan, oké, dat is het. Ik kreeg toen de diagnose dat ik verder wel schoon was, dus daar was ik erg blij mee. Dus dat zou betekenen dat als het weggehaald wordt, dat ik dan weer gewoon mijn leven kan oppakken en verder kan gaan. En het idee dat er gesteld werd van ja, het is misschien toch leuk om wel over reconstructie te denken. Want ja, dan heb je toch je vrouw zijn. Je kunt weer een leuk jurkje aan, een décolleté, dan heb je toon, dat zie je dan ook. Dan ben ik ook heel trots op nu. En toen dacht ik van, nou ja, dan gaan we dat toch doen. En toen was het natuurlijk, maar wat ga je dan doen? Ja. Toen heb ik een gesprek gehad met een plastisch chirurg. Die heeft mij de opties neergelegd. En er zijn dus verschillende mogelijkheden. De diepe operatie, die vond ik erg zwaar. Mm. Omdat ik zoiets had van, ja, dat duurt heel lang. Dus meer risico, het revalideren is extra lang. En daarbij heb ik al vaker van vrouwen gehoord die dat gedaan hadden. Zijn die borsten misschien wel goed, maar die buik geeft dan problemen. Dat trekt, dat geeft dan toch wat. Dus toen dacht ik, nou nee, dat ga ik niet doen. Dan was er de optie voor implantaten. En dat vond ik ook niet zo'n geweldige optie, vanwege toch de verhalen die er allemaal waren. Weliswaar kunnen die verhalen dan ook, het is niet zo, want ondertussen is dat zo ontwikkeld. Maar op dit moment hoor je er ook wel weer iets van. Dus dan had ik zoiets van, nou ja, dat wil ik niet. En toen hoorde ik over de breast trial. En toen dacht ik, ja, dat is het voor mij, denk ik. Als ik het dan doe, dan wil ik het liefste dat het met mijn eigen vetweefsel, en dat het dan een traject is en dat ik daarna ook klaar ben en dat het dan goed is. En het idee dat dan verteld wordt, ja, maar dat is wel een zwaar traject. Dus je moet je voorstellen dat 1,5-2 jaar ben je toch bezig daarmee. En er wordt veel van je gevraagd. En ik ben toen gaan lezen en doen en toen dacht ik, nou, ik ga hier gewoon voor. En toen ben ik daarvoor gegaan en mijn eerste operatie stonden jullie beiden aan mijn bed. En de oncologisch chirurg die zei tegen mij, ja, zegt ze, ik ga het nu helemaal kapot maken, maar hij gaat het weer mooi maken. Ja. En ik ben het traject ingegaan en ik ben daarna nog 3 keer geopereerd. Hoe bekijk je die traject zo achteraf? Hoe heb je zoiets van, wat zou je aan andere mensen meegeven? Hoe heb je het traject ervaren echt? Ja, nou, het is, als je start is het zwaar. En als je begint met die praatjes, was het voor mij aan 2 kanten. Dus het was heel wat kunst en vliegwerk om die dingen goed gepositioneerd te krijgen. Ik denk als het aan 1 kant is, dat dat eenvoudiger is. Omdat je dan altijd nog een hand vrij hebt om dat goed te kunnen doen. Maar het was wel zo van, dan had ik soms wel momenten dat ik dacht, oh, vreselijk, ik wil ze eraf doen. Mm-hmm. Maar dan dacht ik, nou, doe maar niet, want morgen is het misschien nog erger. Dus laat ze maar zitten. En als ze dan weer klaar was na die 4 weken operatie, 2 weken, en ik kwam op controle en de dokter zei van, nou, ik blij verrast hoe het uitziet, dan vergeet je dat weer. En dan denk je, oké, dan gaan we de volgende keer in. Dus je vergeet het wel heel snel. En wat ik ook, want ik heb al contacten met mensen die ook aan het denken zijn om dit te gaan doen, van, als je er eenmaal in gaat staan, dan doe het ook. En het is zwaar, maar weet wel dat het resultaat gewoon heel mooi is en heel natuurlijk. Hmm. Ja. Wat zou je andere patiënten die nu de diagnose kanker krijgen, wat zou je die mee willen geven op hun traject? Nou, in ieder geval dat ze zich heel goed oriënteren. En voordat ze, want als je weet, ik heb borstkanker, wil het niet zeggen dat je morgen al in de operatie moet. Dus neem wat tijd, oriënteer je. Kijk of je met mensen kunt praten die dit traject hebben doorlopen. En dat iemand kan zeggen, god, er zijn 4 opties eigenlijk dan. Hè? Niks doen ook. Hè? Van, nou, ik heb 4 opties en ik twijfel over optie 1 en optie 3. Ja. Dat je dan mensen hebt waar ze mee kunnen praten die optie hebben geaccepteerd en gedaan hebben. Want dat is toch het fijnste, dat je
ja, je bent gelijk gestemd eigenlijk. Hè? Je weet waar je het over hebt, omdat je beide dan hetzelfde hebt. Ja. Wat heeft het voor je zelfbeeld gedaan, die reconstructie? Heeft het veel uitgemaakt? Ja, zeker. Als je voor de spiegel gaat staan en je staat iedere dag, als je onder de douche uitkomt, sta je voor de spiegel. En je doet niks, dan word je iedere keer opnieuw geconfronteerd met wat er geweest is. En nu word ik iedere dag geconfronteerd dat ik blij ben en dat ik denk, ja, het is goed zo.